Vandaag een antwoord op de vraag van Femke. Femke is zo iemand die altijd helemaal hyper is en blaakt van energie. Femke is zo iemand die na hooguit een aantal minuten stil kan zitten en dan wil ze alweer dingen gaan doen. Een vakantie met alleen maar luieren, liggen, zitten is dan ook helemaal niks voor haar. Nu voorzag Femke, voordat ze zelf echt op vakantie zou gaan, die gevuld zou zijn met activiteiten, uiteraard die vakantie, voorzag ze 2 weken waar ze thuis zou zijn en veel van haar vriendinnen aan het werk zouden zijn of al op vakantie zouden zijn. Dus weken waarin ze wellicht echt een beetje thuis zou moeten hangen. Nou, niks voor Femke, maar gelukkig de beste vriendin van Femke, die zou die weken ook al vrij zijn en ook nog niet op vakantie zijn. Dus ze had samen met haar vriendin allemaal wilde activiteiten had ze gepland om in die weken te doen. Nu is het helemaal niet gekomen van het uitvoeren van die activiteiten. Want de vriendin van Femke samen met Femke zijn niet verder gekomen dan dagenlang liggen op het strand en verder helemaal niks. Wat hebben ze ervaren? Totaal geen energie in die weken. Totaal geen energie om die wilde activiteiten die ze gepland hadden uit te voeren. Terwijl ze normaal gesproken blaken van energie en in die weken niet zozeer minder calorieleverende voedingsstoffen binnen hadden gekregen. Nou ja, misschien zelfs nog wel meer dan anders, want het was vakantie, dus ze hebben af en toe ook wel een ijsje in zo genomen. Dit vindt Femke wat vreemd. Ja, oké, het was extreem heet die weken. En tuurlijk doet het wat uitputten. Is dat best wel een opgave voor het lijf, want het is dan te heet voor het lijf en zo. En je moet dan harder werken, dat soort dingen beredeneert ze dan. Maar wanneer ze echt niet minder heeft gegeten, zoals ze van sommige andere mensen begrijpt, hè, die hebben dan geen eetlust en die eten beduidend minder met warme temperaturen. Dat was niet aan de orde bij haar en haar vriendin. En ze had ten opzichte van anders veel minder energie. En eigenlijk had ze gewoon geen energie die dagen. En als je toch wel calorieleverende voedingsstoffen binnenkrijgt, vindt ze dat wat vreemd. Want waar blijft dat dan, zeg maar? Nou, de vraag van Femke is dan ook, hoe kan het dat, waar ik begrijp dat extreme hitte wel wat uitputtend is, dat ik echt totaal geen energie had in die week. Nou, Femke. Energie kan en zal je pas ervaren wanneer calorieleverende voedingsstoffen, brandstoffen, tot een molecuul genaamd ATP gevormd zijn in de mitochondriën van jouw cellen. Wanneer brandstoffen verbrand zijn tot ATP, want met dit gevormde stofje in jouw lijf dan pas kan jij energie ervaren, benutten. Kunnen jouw cellen hun processen uitvoeren en dergelijke. Dit betekent dat het binnenkrijgen van calorieleverende voedingsstoffen, brandstoffen, nog geen energie garandeert. Omdat, ja, het binnenkrijgen van brandstoffen, calorieleverende voedingsstoffen in jouw mond nog niet garandeert dat die opgenomen worden in jouw cellen en daar tot dat molecuul ATP gevormd worden. Daar is dus eerst die verbranding voor nodig en ze moeten ook nog eens in je cellen belanden. Nou, als je kijkt wat hitte daarin betekent, warm weer. Warm weer, extreem warm weer, zoals in die 2 weken dat jij vrij was, doet jouw lijf uitputten van vocht en vochtaantrekkende mineralen. Dat zijn juist de dingen, zeg maar, de onderdelen die zorgen voor het behoud van een optimale, en dat is een licht basische, zuurtegraad in jouw weefsels.
Nu is het zo dat alle processen in jouw lijf en dus ook de verbranding van brandstof tot het molecuul waaruit energie geput kan worden en jij energie kan ervaren nadat dit gevormd wordt, dat dit een enzymatisch proces betreft waar ook zuurstof voor nodig is en dat die enzymen niet goed werken en dat zuurstof ook niet goed getransporteerd kan worden daar waar de zuurtegraad niet ideaal is, verloren is gegaan, de ideale zuurtegraad verloren is gegaan. Wat doet extreme hitte? Die doet die onderdelen, vocht en vochtaantrekkende mineralen, welke een optimale zuurtegraad in jouw weefsels doen garanderen, uitputten, waardoor die zuurtegraad in jouw lijf niet ideaal is. En waardoor de werking van de enzymen in jouw weefsels zal verslechteren en de verbranding van brandstof samen met zuurstof tot ATP, waaruit jij energie kan verkrijgen, waaruit jouw lichaam energie kan verkrijgen, is een enzymatisch proces. Dat betekent dat bij extreme hitte de energieproductie op zijn gat ligt, zeg maar. Hoe kan je dat voor je zien? We willen altijd graag ons lichaam zien als een verbrandingskacheltje. Wanneer er heel veel verbranding plaats heeft gevonden in een verbrandingskacheltje, dus verbranding van hout, zeg maar, dan komt daar roet, as komt daar uit voort. Op het moment dat die restanten opstapelen in dat kacheltje en die worden er niet uitgehaald, dan komt dat kacheltje uiteindelijk vol te zitten met al die roet, al die restanten, al dat as. En dan wil het deurtje op den duur niet eens meer open. Dus dan kun jij blokken hout aan blijven leveren. Maar ja, die willen echt niet in dat kacheltje. Laat staan dat die opnieuw verbrand kunnen worden. Dus dat verbrandingskacheltje, dat doet het dan niet meer. Nou, zo kun je het een beetje voor je zien. Op het moment dat jouw weefsels versneld uitgeput raken van vocht en vochtaantrekkende mineralen, dan zullen de afvalstoffen die in jouw weefsels voortdurend gevormd worden, zullen opstapelen. Dat kun je zien als dat roet in dat as. En als die afvalstoffen daar te veel aanwezig zijn in jouw weefsels, dan kan de verdeling van vocht en de brandstoffen die in jouw bloedbaan zitten, maar in jouw bloedbaan kan daar nog geen energie uitgeput worden, zal verslechteren. Want het kan daar nog niet naartoe, want eerst moeten die afvalstoffen weg. Net zoals eerst dat roet uit het kacheltje moet, want het nieuwe hout wil er dan niet in en kan ook niet verbrand worden. Zo kan jij het een beetje zien. Dus dat betekent dat ook al heb je net zoveel calorieleverende voedingsstoffen, brandstoffen, die normaal gesproken tot de productie van energie bij jou leiden, flinke productie zelfs, ook bij je vriendin en jij dus blaakt van energie, kan bij hitte en een versnelde uitputting van vocht en vochtaantrekkende mineralen uit jouw weefsels, diezelfde brandstoffen kunnen dus niet goed verdeeld en vervolgens ook verbrand worden tot energie, waardoor jij dus helemaal energieloos kan voelen, terwijl je normaal gesproken met die calorie-inname blaakt van energie. En dat is dus aan de orde geweest.